Hallo allemaal, welkom bij de Spellenreporter. Mijn naam is David en vandaag ga ik jullie regenwormen uitleggen. Een paar weken geleden kocht ik een spelletje op de website van 99 Games en toen zag ik tot mijn verrassing dat regenwormen daar op 1 staat als best verkochte spel van 99 Games. Dus ik denk, ja, die moeten we er dan maar even bij doen. En gelukkig, het is inderdaad wel een leuk spelletje. Het is een dobbelspelletje. We hebben domino stenen met getallen erop en daarop staan ook wormen op. En door het gooien van de dobbelstenen gaan we proberen die stenen te verzamelen en daarmee de wormen te scoren. Stenen kunnen ook nog van je gestolen worden, dus je bent pas veilig aan het einde van het spelletje. In deze deluxe doos zit ook nog een uitbreiding, maar we gaan eerst nu maar eens even kijken hoe het basisspel gaat. Nou, qua spelopzet is dit een van de makkelijkste spellen. Je legt alle domino steentjes op volgorde van 21 tot en met 36. Dobbelstenen erbij, startspeler kiezen en we zijn klaar om te beginnen. En ben je aan de beurt, hoef je ook niet na te denken. Het eerste wat je doet is gewoon dobbelen. En pas nu gaan we nadenken hoe we dit gaan spelen. Als je gegooid hebt, kies je één getal of de worm. En daarvan pak je alle dobbelstenen. De getallen, nou dat zijn gewoon de getallenwaarden die je pakt. Dus pak ik deze drie enen, dan heb ik 3 punten. Ik moet minstens aan 21 punten gaan komen om een steen te kunnen gaan pakken. Dus dat lijkt me niet heel wijs. Ik kan ook de wormen kiezen. En de wormen tellen als 5 punten. Dus er zit geen 6 op deze dobbelsteen, dat is een worm. Dus 3 keer wormen is 3 keer 5 punten is 15 punten. En je moet ook aan het einde van je beurt, als je al je apart gezette dobbelstenen bij elkaar telt, moet je daar wormen tussen hebben zitten, anders is je worp sowieso niet geldig. Dus dit is een prima worp. We hebben gelijk de wormen die we nodig hebben, plus het zijn er 3 is 15 punten. De dobbelstenen die je over hebt, daar mag je opnieuw mee gooien. Je mag ook zeggen ik stop. Maar ja, we zitten nog lang niet aan de 21 punten, dus we gaan nog een keertje gooien. Omdat ik al wormen apart heb gelegd, mag ik de worm niet nog een keer kiezen. Dus deze dobbelsteen heb ik al niks aan. En nu zal ik een van de andere dobbelstenen moeten gaan kiezen. Nou, ik kies voor de 4. 2 keer 4 is 8. Plus 15, dan heb ik al 23 punten. Nu kan ik wel zeggen, ik stop. En dan pak ik deze 23 en die leg ik dan voor mij neer. Heb ik mijn eerste worm binnen. Maar goed, ik heb nog 3 dobbelstenen over. Ik wil nog wel een gokje wagen om nog een keer te gaan gooien. Gooi ik nu met deze dobbelstenen alleen maar wormen of vieren of een combinatie ervan, dan ben ik dood. Want de vier en de worm heb ik al apart gelegd en ik moet elke keer dat ik gegooid heb iets apart kunnen leggen. Dus ik hoop niet dat ik nu vieren en wormen gooi, maar we gaan het gewoon proberen. Nou, dat gaat nog maar net goed. Ik heb een vier en de worm, dus daar heb ik niks aan. Maar ik mag nog wel deze 2 apart leggen. En dan ligt hier nu in totaal dus 15 plus 8 plus 2 is 25. Ook nu kan ik weer zeggen, ik gooi nog een keer, maar ik vind het nu al even prima en ik pak de 25. Dus die leg ik voor me neer en de rest die schuif je dan weer aan. Dat is mijn beurt, nu mag de volgende speler. Nou, die gaat ook weer dobbelen. Die legt bijvoorbeeld nu de 5 apart. Dan zit hij al op 10, dan gooit hij nog een keer. 2 wormen, zit hij al op 20. Nog 2 erbij. Zit hij op 22, dus in principe is deze speler nu veilig. Maar ik kan ook nog eens zeggen, ik gooi nog een keertje extra. En nu is die speler dood. Te veel risico genomen, want hij heeft 2 wormen gegooid. En die wormen had ik al afgelegd. En nu kan ik niks pakken. Alle stenen die je verzamelt, die leg je bovenop elkaar. Dus stel dat ik deze had gepakt, dan kwam die er bovenop. Gooi jij een worp waardoor je doodgaat, dan moet je je bovenste steen moet je weer terugleggen in de geel op de juiste plek. Plus dat de hoogste steen wordt omgedraaid. Dit is de geel en de hoogste steen wordt hiervan omgedraaid, dus die is niet meer beschikbaar. Dus gooi je jezelf dood, dan moet je en je bovenste steen inleveren en de hoogste steen wordt omgedraaid. Maar zo gaan we omste beurt dobbelen om te proberen die stenen te verzamelen. Stel nou dat ik hier die 25 heb liggen en een andere speler eindigt zijn beurt ook met precies 25 punten. Dan kan hij dus niet hier de 25 pakken, maar dan pakt hij gewoon mijn steen af. Dus je bovenste steen kan altijd gestolen worden door een tegenstander als die precies het getal gooit wat bij jou bovenop ligt. En dan ben ik mijn steentje kwijt en is die voor mijn tegenstander. Wat dan ook nog kan gebeuren is dat een speler bijvoorbeeld 28 gooit, maar de 28 ligt niet in de geel en hij ligt ook niet bovenop bij een van de andere spelers, want die ligt bij mij onder een andere tegel. Dan mag je gewoon de eerstvolgende tegel pakken onder die 28 van de geel. Dus zolang je maar hoger gooit dan het laagste getal wat op de geel ligt, kan je in principe altijd een steen pakken. En gooit een speler bijvoorbeeld 28, die hier niet ligt,
En dan wordt de eerstvolgende gal wordt 27, die ligt bij een tegenstander. Dan mag je die niet pakken. Je mag alleen maar een steen bij je tegenstander pakken als je precies dat getal gooit. En anders ga je gewoon kijken op de grill wat het eerstvolgende getal wordt. Nou, en zo gaat iedereen spelen proberen zoveel mogelijk van die domino stenen te verzamelen. En zodra de laatste open steen van de grill wordt gepakt of wordt omgedraaid omdat iemand te laag gooit, dan is het spelletje afgelopen en gaat iedereen tellen hoeveel wormen heb je verzameld. En die wormen staan dus onderaan de onderkant van de domino stenen. Dan maken de getallen niet meer uit. Je kijkt puur, ga je naar het aantal wormpjes tellen. En wie dan de meeste wormen heeft verzameld, die is de winnaar. En mocht dat gelijk eindigen met de wormpjes, dan wint de speler die het hoogste getal heeft gepakt. En dat is hoe regenwormen gaat. Je gaat constant dobbelen waarbij je probeert zo hoog mogelijk te gooien. Een worm telt voor 5 en je moet minstens 1 worm in je beurt hebben gegooid. Anders mag je überhaupt geen steen pakken en moet je een steen weer inleveren. Als je een steen hebt, leg je hem voor je neer. Je kan er op elkaar gaan stapelen. De bovenste kan altijd afgepakt worden door een tegenstander, maar die daaronderen die zijn dan nog even veilig. Maar ja, gooit een speler naar jou 34 en de speler daarna gooit 26 en de speler gooit daarna 28 en jij bent weer aan de beurt, heb je ineens nog maar 1 steen over. En die potjes heb je er ook bij dat jij gewoon maar steeds op met 1 of 2 steentjes zit en constant wordt het bij jou weggepakt en je tegenstander heeft een hele stapel domino steentjes liggen. Ja, zo is het. Het is nou eenmaal een dobbelspelletje en dus ook een geluksspelletje. En soms word je ook gewoon een beetje hebberig. Push your luck is het niet voor niks. Dan denk je van nou, ik heb wel genoeg om deze te pakken, maar ik wil toch even kijken of ik niet die kan gaan pakken. Dus je gooit nog 1 keertje en dan ga je dood. Ja, dat is dan jammer en ook een beetje eigen schuld, dikke bult. Maar goed, het is dus een lekker simpel spelletje. Een beetje dobbelen en de steentjes gaan verzamelen. Mocht u nog vragen over regenworm hebben, stel die dan gerust in de comments hieronder of stuur even een mailtje naar despellenreporter@gmail.com. Mijn naam is David, bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.